De trein bracht ons niet naar Westerbork. Die bracht ons naar Hooghalen. In Hooghalen moesten we de trein uit en met onze bagage lopen in aangewezen richting. En die leidde naar het kamp Westerbork. En wij, de nieuw aangekomenen, stonden in een lange rij te wachten om naar binnen te komen. Bewaakt door onze medegevangenen, die zogenaamd ordepolitie waren, de OD, ordendienst. Langs de rij liepen andere kampgenoten heen en weer en die zeiden: Hé, als je iets van waarde hebt, geef het dan maar. Ik zal het voor je bewaren als je eruit komt. Als je door dat ding heen gaat, hebben ze alles van je. Ze nemen je alles af. Dus er waren mensen die waren zo bang, die gaven hun wat ze niet mochten hebben in hun zakken hadden. En dat gaven ze aan die fluisteraars die er opzij zeiden: Geef het aan mij, ik zal het voor je bewaren. Maar die verdwenen ermee. Dus mensen bestalen mensen. Het was een verschrikkelijke toestand. Het was ontzettend. En het was meteen heen en weer roepen van namen. En sommige mensen kenden elkaar. Sommigen vonden familieleden terug. Maar het was allemaal één grote huilpartij. Ook als ze elkaar terugvonden. Toen drong het een beetje tot ze door. Waar zijn we? Wat willen ze met ons? Wat is er aan de hand? En dat wisten we een paar dagen later. Dat er geregeld transporten. Elke zoveel dagen ging het transport weg. Toen was het al laat in de namiddag. En we werden naar een enorme, eerst door een zogenaamde registratiering. Daar werd genoteerd je naam. Dat was een grote registratiebarak, heette dat. En toen werden we geleid naar een enorme barak. Een grote barak, zou ik zeggen. En dan werden we je moest een plaats maar vinden. Steeds meer mensen werden erin geduwd. En ik schrijf daar in mijn verslag van dat er wordt gezegd er zijn 18.000, 18.000 Joden nu in de Westerbork. En dat hebben degene die dat boek gedrukt hebben, die hebben dat verstaan als 18.000 mensen in de barak. Dat heb ik nooit gezegd. 18.000 mensen in het kamp, had ik gezegd. Maar verschillende duizenden waren in die ene barak gepropt, waar allemaal bedden op stonden. Stalen bedden, ijzeren bedden. Geen matrassen, alleen maar de stalen banden. En daar moesten we maar een plaats op vinden. Dus we zochten een plaats met een paar vrienden. En daar zaten we bovenop, daar konden we overzien wat er allemaal. En vandaar zagen we hoe de mensen naar binnen geslagen werden. Door de marechaussee. Die gebruikte geen gummistokken om de mensen naar binnen te slaan. En het was stamp en stampvol. Wij zaten op een bovenste bed. Jonas Walvis, Gerry Kool en ik. Ja. En toen werd het al donker. En toen hebben we wat we hadden. Ik had een regenjas en die spreidde ik een beetje uit. Over die stalen banden. Er waren geen spiralen of zo. Er waren gewebd. En de ruimte tussen de banden was ongeveer zo tussen de kruisen. Waar de banden kruisten. Waar open ruimte tussen je hing er doorheen op die tussen die banden in, ja. En dan had ik mijn regenjas uitgespreid en in slaap gevallen. Als je heel vermoeid bent,
dan slaap je onder elke omstandigheid. En dat is gebeurd. En 's morgens vroeg moesten we op appel naar buiten. En daar waren grote groepen van gevangenen die niet eens plaats hadden kunnen krijgen in de barakken. Die waren daar opgesteld. En je moest voorbijlopen tot jouw groep ook een plaats kreeg. Dus het is, ik noem het, op weg naar appel.